Nou, voor wat ik heb begrepen is Eimeren vandaag langsgekomen en die heeft een of meerdere van de pandjes waar We Are Here in zit, de deur weer opengemaakt en gezegd, nou ja, dit is weer leeg, dit is weer van ons, hier woont niemand meer. Vanmiddag waren onze collega's bezig om woningen verhuur klaar te maken. De politie had ons ook geïnformeerd dat de woningen open stonden, dus verzochten ons daar ook wat aan te doen. Toen hebben een aantal mensen geprobeerd zich toegang te verschaffen tot de woning waar onze collega's bezig waren. En er ontstond een klein handgemeen toen onze collega's zeiden van jullie zijn niet welkom in deze woning, want we zijn hier bezig aan het werk. Zodra je een huis in zit, zodra je daar binnen zit, dan heb je huisvrede. En dat kan je niet zomaar gaan verbreken. Je hebt dan het recht om iedereen toegang te weigeren in je eigen huis. En als je niet expliciet toegang hebt gekregen om dat huis binnen te gaan, dan ben je huisvredebreuk aan het plegen. Dus in dit geval is Eimeren, de eigenaar, is huisvredebreuk aan het plegen. Mensen van de We Are Here groep zeggen dat zij er woonden. Nou, er was geen sprake van. Er stonden geen bedden, banken of wat dan ook. De woningen waren echt helemaal leeg. Heeft de politie ook geconstateerd. Dus er is geen sprake van kraken geweest. Dus er komen hier gewoon andere mensen in te wonen? Er komen hier gewoon tijdelijke huurders. Zoals de meeste woningen hier in de wijk doen en willen gaan doen. En per wanneer? Per vandaag. Nou, onze collega die probeerde de mensen die binnen wilden komen duidelijk te maken van joh, alsjeblieft niet deze woning betreden, we zijn hier aan het werk. En toen probeerden de krakers toch door te duwen en toen heeft mijn collega ze weer teruggeduwd richting de uitgang, zeg maar. Zodat hij zijn werk weer op een behoorlijke wijze kon doen.